Ja. Er gaat van alles door me heen. Er gaat van alles door me heen en ik weet niet wat het is. Ik voel een pijn die er is. Alleen kan ik niet aangeven waar het is. Ik weet dat ik het voel. En ik merk ook dat er een pijn is. Want ik zie de beelden op de televisie, ik lees het in de kranten en het komt door het social media naar mij toe. Waarom heb ik die pijn? Is het omdat wij niet weten hoe wij met elkaar om moeten gaan? Vertel me niet dat het zo zou moeten zijn. Want als we nagaan wat het is geweest om met onszelf te zijn, dan weten wij ook dat de ander er ook mag zijn. Want alleen is maar alleen. En ik weet niet hoe het anders zou kunnen zijn. Dus laat ik dit zeggen. In plaats dat jij je broer, zus, tante, neef of buurman een mes insteekt, geef hem een omhelzing, een brasa, zoals wij Surinamers zouden zeggen. Maar laat niet de ander met pijn, verdriet achter. Want een ander doodsteken of doodschieten is niks anders dan jezelf kapot maken. Doe niet dingen waarvan je kan denken dat je een geweldige kunstenaar zou kunnen zijn. Ik zeg dat even zo, omdat ik vind van het niet op de juiste manier is hoe jij dat ziet. Ik ben met mezelf in conclaaf. Want ik kan het niet meer aan om te zien dat jonge mensen met wapens lopen. In mijn tijd gingen we op de vuist. En in mijn tijd spraken we dat uit. In mijn tijd was er nog een ouder die kon zeggen van dat kan je niet doen. Maar wat er gebeuren is, weet ik niet. Want er is iets fout gegaan in onze maatschappij. Wij hebben ervoor gezorgd dat er tekortkomingen zijn ontstaan. Ja, mooi woord, tekortkomingen. En waar dat door komt, weet niemand. Omdat wij niet willen toegeven wat het is geweest. Ik sta hier tijdens mijn wandeling en ik sta stil. Ik kan niet verder lopen. Ik sta stil, want ik krijg dat door. En ik geef, en ik wil dat zeggen. Ik wil dat allemaal kwijt. Weet je, en ja, ik heb een telefoon in mijn hand met de camera en ik kan praten. Want ik denk dat dit wel goed is, dat ik de gelegenheid krijg om toch wel via de social media mijn boodschap te uiten. Weet je, ik weet dat het niet zomaar is dat ik hier gewoon sta. Ik wil doorgaan, maar ik kan niet door. Omdat ik hier gedwongen word te staan, om te praten, om mijn boosheid, mijn teleurstelling, mijn verdriet met jullie te delen. Weet je, ik snap het niet. Ik snap het niet. En ik vraag me af, als er geen mensen zijn die dat zien, al die
instanties die dus eigenlijk zouden moeten komen om hier een oplossing voor te brengen. Als buurtmiddelaar, als jeugdgevangenenbezoeker, gene die, dat wat ik gedaan heb, hè, kom ik in aanraking met diverse jongeren en dan hoor je hun verhalen en dan denk ik zelf van, maar als ik het hoor, horen die anderen het niet. Wat doen ze daarmee? Ik kan er niks mee, ik kan het maar doorgeven, maar ik is niet mee. Ik zit niet op bepaalde posities en ik zou graag met mensen willen praten daarover. Want ik denk dat er iets anders is. Het zit dieper dan wij denken. Er komt ergens vandaan. Misschien hebben mensen niet dat stukje gekregen wat ze nodig hadden. En dat is niet doorgegeven aan hun kinderen. Sommige mensen komen uit een bepaalde milieu die jij en ik misschien niet weten. Maar wij kunnen daar wel wat aan doen. Het is niet het probleem van die mensen. Het is ook ons probleem, want wij wonen in deze maatschappij. En als wij onze maatschappij laten vergiftigen, dan hebben wij een probleem. Dus wij moeten met z'n allen ook een handje uitsteken. Weet je, en ik ken mensen die dus hele mooie bezigheden hebben. En het is niet dat je geld geeft en dan zorgt dat de jongeren een voetbalding doen. Of nee, er zit meer in hun hoofden. Ze hebben meer capaciteiten. Het is niet alleen maar art, maar er is nog meer dan dat. Dus probeer dat uit. Laat dat even testen. Al die instanties die dus zogenaamd bezig zijn met deze jongeren, die zouden meer kunnen doen. Jongeren hoeven niet ontspoord te raken. Dat hoeft niet, dat kan niet, dat mag niet. Dus ik vraag om kracht en meer inzicht voor bepaalde zaken. Laten we kijken van hoe we dingen kunnen doen met onze gezonde verstand. En laten we kijken hoe bepaalde dingen uitgevoerd kunnen worden, zodat we weten hoe dingen kunnen gaan. En laten we gaan observeren in de omgevingen die we kennen. Laten we dat doen. Het lijkt alsof ik op mijn spreekstoel zit vandaag. Maar dat ben ik niet. Ik ben gewoon de man die graag theaterproducties maakt. Die graag met mensen bezig is. Die graag van mensen aanhoort wat hun probleem is. En ik kan het niet altijd oplossen, maar ik kan ze wel verwijzen. Weet je, want de liefde voor de mens zit bij mij, in mij. Weet je, en omdat de kracht in mij zit, wil ik ook graag de kracht delen met anderen. Ik denk dat ik genoeg gesproken heb op deze maandagochtend. Ik ben geen professional. Want ik heb er niet voor geleerd. Ik heb er geen diploma voor. Maar ik weet wel één ding. Dat als wij de koppen bijeen slaan. Als we de koppen, zoals dat mooi gezegd kan worden. Als we gaan praten met elkaar en naar elkaar luisteren. En elkaar de gelegenheid bieden om te doen wat we moeten doen. Zullen we mooie dingen kunnen bereiken. Ja. Twee augustus. Ik ga jullie groeten. Dag. Ik vind het mooi geweest. Ik wens de families, de nabestaanden, wens ik heel veel sterkte toe. Het doet pijn. Het doet pijn. Het doet vreselijk pijn. Weet je?
doet vreselijk pijn. Maar we weten ook hoe het zit. En heel veel kracht in deze moeilijke tijden.